Beste Theo, je oude vriendin Elsbeth Etty noemt mij zwaar getroubleerd. Haar partijgenoot Willem Schone van het Benoem en Bouwkrantje betitelt mij als een ondraaglijk lichthoofd. En Paul Witteman van de Socialistische Varen noemt mij pathologisch. Ze hebben blijkbaar heimwee naar de Sovjet-Unie toen mensen met een verkeerde mening gek werden verklaard. Maar Theo, zouden we niet juist eens onderzoek moeten doen naar de geestelijke toestand van de goedmens? Wordt het niet tijd voor een instituut? De linkse zijn overal in Nederland aan de macht. En dus is het goed eens uit te zoeken waarom zij zo eigenaardig denken. Ik zie het al voor me. Mannen met witte doktersjassen die intensief onderzoek doen naar de psyche van de gemiddelde progressieveling. Want steeds maar weer die luchtkastelen, die waangedachten dat druk maken om dingen die helemaal niet bestaan. Zoals extreem rechts of de mens schuldig aan de opwarming van de aarde of land voor vrede of gifschip of zure regen of Arabische lente. Dat instituut heeft wagonladingen divans nodig. Worden die linkse er zelf ook niet een beetje gestoord van, steeds maar roepen geestelijke verrijking? Terwijl de realiteit is opsporing verzocht, uitkeringen, incest, eerwraak. Die kloof tussen hun roze wolken en de werkelijkheid. Zoiets moet toch tot ondraaglijke geestelijke spanningen leiden. Waarom is de progressivo voor een beter milieu en tegelijkertijd voor een massa-immigratie? Waarom zegt de goedmens voor vrouwen, homo's en joden op te komen en is hij tegelijkertijd pro-islam? Waarom haat hij Israël en nooit eens een Mohammedaans land? Waarom is hij tegen het nationalisme, maar voor het EU-nationalisme? Waarom komt de linkse mens in actie tegen de apartheid in de jaren 80? Maar waarom zwijgt hij over de ANC-apartheid? Dat is toch racistisch en daar was de linkse mens toch op tegen. Ik zeg onderzoek. Misschien is het ook een goed idee dat bij een aantal progressieven chips wordt ingebracht, zodat met satellieten hun vervoersproblemen kunnen worden gevolgd. De antiracistische medemens rijdt 's ochtends namelijk curieuze routes. Helemaal met de apartheidsfiets om de geïslamiseerde wijken heen, op weg naar de witste school beschikbaar. Blijkbaar toch eigen volk eerst. Waarom mijden ze al die verrijking? Nog een vraag, als de linksmens zo van diversiteit houdt, waarom dan die tennisclub, de hockeyvereniging, de balie, het concertgebouw of Lowlands, waar geen moslim te vinden is? Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Waarom klapt de goedmens zijn gesubsidieerde handen blauw als een fucking Marokkaanse acteur mededeelt over een speciaal type bloed te beschikken, namelijk Marokkaans bloed? Trots zijn op je bloed, dat was toch extreem rechts? Ook dient gekeken te worden naar voedingspatronen. Van Gras is bijvoorbeeld bekend dat het de kuddegeest aanwakkert. Al die NRC-columnistjes, PvdA-denkertjes en academici hebben allemaal dezelfde meninkjes. Komt dat omdat men bijvoorbeeld gras eet of heeft het genetische oorzaken? Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Ook kunnen in dat instituut individuele goedmensen in geblindeerde ruimte worden ondergebracht en met camera's worden geobserveerd. Hoe gedraagt de goedmens zich dan? Kijkt hij echt naar alle tv-programma's met Ali B? Leest hij echt de columns van Bas Heijnen? Blijft hij echt wakker bij Pauw en Witteman? Theo, als je dit hoort, help mij dit instituut op te zetten. Als het me lukt, noem ik het naar jou. God zegene Nederland.